De stem van de straat. Iedereen moet aan het woord komen. Laat ze maar gaan. Laat ze maar praten over anderen. Laat ze maar gaan. Goedenavond, welkom bij de Stem van de Straat. Ik ben Joke, de allersdeskundige. En dan heb ik aan mijn linkerhand, daar zit Steve Brown. De underground presentator van het programma. En tevens hoofdredacteur uiteraard van Volksnieuws. Ja. En heel pikant. Afgelopen week ben ik dus verkozen tot de Amsterdammer van het jaar. Zo. Ja. En ik ben natuurlijk verkozen tot Amsterdammer van het jaar. Mm-hmm. Door mezelf. Ja, tuurlijk. Zo gaat het in die prijzenoplichting. Ja. Ik zou zeggen, ga door met het volgende. En dan hebben we natuurlijk Nico van der Ham. Ja. Die zit aan de rechterkant. Daar ben ik. Ja. Nico, kan je even voorstellen wat je doet? Ik ben Nico van der Ham en ik heb een website en al 6 jaar. En ik ben vandaag 66 geworden. Gefeliciteerd. En oude man dus al. Maar ik heb een website en ik... Maar heb je oude leen? Of moest je nog 4 maanden opwachten. Vier maanden. Maar je hebt kans dat ik die niet krijg. Want misschien gaan ze me wel een jaar opsluiten. Want ik ben dus klokkenluider. En klokkenluiders die hebben het heel moeilijk. En misschien zijn nu eigenlijk best met me bezig om me op te gaan sluiten. Zodat ik mijn mond... Over de rechtspraak, over corrupte rechters, over criminele officieren van justitie. Moet houden. Dus zo gaat het in Bananafraude Nederland. Van het mooie land van tax-free Shell Rutten en zijn Judas-partijtjes. De VVD-misdaadgroep, DDR66, de nep- en fop-christenen. En vooral niet te vergeten, de kleinste, maar niet de minste. Mm. De CU-incest-bijbelbelt van maffiabaas Segers. Goed, dus eerder zijn we dus misschien Nico kwijt, helaas. Die verdwijnt dus net als in de tijd van de Sovjet-Unie in de Gulag-archipel. Dat denk ik wel, ja. Oude mensen worden gewoon opgesloten, niks en al, mondje dicht. Ja. Maar goed, we gaan verder, wie zit erna? Trouwens, waarom heb je het feestje aan, Nico? Dat vergeet je allemaal. En ik ben ook vanaf het begin al hier in Amsterdam van de gele vestjes. Okay. Amsterdam, en eigenlijk heel Nederland. Ja. Maar daar gaan we zo wel iets over vertellen, over die rechtspraak. Want daar zit mij iets niet lekker. Maar we zijn nog aan het voorstellen. Het maakt toevallig niet Nico uit waar we het over hebben. Ja. Maar dan maken we het wel zelf uit, hoor. Nico, lekker maken geen. Ja, en wie zit er naast wie Nico? Niet dat is mijn nieuwe vriendin. Nee. Ik ben Kimmy Koekoek van... Koekoek. En ik zit bij de Gele Hesjes Amsterdam. Ja. Zoals onze vaste kijkers weten, hebben we eigenlijk al de laatste 3-4 weken hebben we continu aandacht gegeven aan de grassroot movement, de gele hesjes. En we waren eigenlijk niet van plan om het deze week weer te doen, maar we hebben zich een schokkend feit voorgedaan. Ja. Inmiddels is er dus een eerste dodelijke slachtoffer gevallen in Frankrijk. Een tweede in België. En de politie in Frankrijk is inmiddels uitgerust met NATO aanvalmachinegeweren. Heb je het gelezen? Ja, zeker. De gele. Ja, het verhaal kunt u trouwens lezen over wat ik nu zeg op Volksnieuws Amsterdam Noir. Ja. Voor het eerst sinds de nazi-bezetting is de Franse politie dus weer op straat. Dus echt uitgerust met NATO-oorlogsmachinegeweren. Om het protest tegen de puppet van de ultrarijke Boy Macon de kop in te drukken. We hebben daar schokkende beelden van, die gaat u zo zien. Mm-hmm. Van diegene die in zijn hoofd geschoten is, hè, in Frankrijk. Mm. Ja. En vandaar dat we ze eigenlijk toch wel een soort ingelaste extra aandacht geven vandaag aan de gele hesjesbeweging in Nederland. Nou Joke, ik zou zeggen, ga van start. Kan je dat je bent? Ja, mag ik dat vragen? Heb jij ook een prijs gewonnen? Nee. Heb je jezelf geen prijs gegeven deze week? Nee, deze week niet. Heb je jezelf ook een prijs gegeven, Joke? Ja, kom op, zeg. We houden het een beetje, hè? Ja. Beetje als de ene prijs verdient, is het Joke wel. Ja, dat klopt. Vind ik wel. Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja, ja. Niet dan, als allesdeskundige. Misschien volgende week. Ja. Hè? Geef jezelf ook eens een prijsje. Ga ik doen. Zo'n cockring, de televisie cockring. Van maffiabaas John de Mol. Kop, wat is dat? Nou ja, die geven elkaar toch allemaal prijzen. Oh, ja? De televisiering, gouden ring, gele ring, onderbroekenring. Gouden ring zou ik wel willen hebben. Het is toch allemaal zo corrupt, je wordt er toch kortsmisselijk van. Gouden ring zou ik wel willen.
Gouden ring, ja. Wil je ook een kokring? Een gouden ring. Oké. Okay, maar er zijn wel mannen die jou een gouden ring willen geven, hoor. Een gouden ring zou ik wel willen. Die kan je tong in je mond geven. Kom, mensen, we gaan verder. We gaan verder, ja, maar ik kom niet. Oude gynaecoloog. Hij is voor zijn leven geschorst, ja. Weet je dat? Ja, dat begrijp ik. Als gynaecoloog? Ja, toch? Dat is van de ouderdom. Ik ben ermee opgehouden. Ik heb van die oude klanten kwamen. En steeds met die vuist erin. Nee, nee, nee. Nico. Ik was gynaecoloog vallen in het weekend. En dat was dus... Ik werd ook ouder en de dames werden ouder en toen ben ik ermee gestopt. Je denkt, het gaat mijn deur maar voorbij. Geen MeToo meer van Nico. Nou, we krijgen... Maar waarom zit je dan steeds in je over de kont? Nee, dat zit je niet op. Handen boven de tafel. Dat zal lekker worden, ja, dat krijg je wel. Ja, die klappies. Zo is dat. Ja, daarom. Nou, ik ga nogmaals proberen om even de schema-uitzending aan te kondigen. We krijgen barmhartig nieuws dat hoop geeft. Van een nieuwe rubriek, hè, mensen? Een nieuwe rubriek. Barmhartig nieuws dat ook hoop geeft. Dat hoop op zegen. Hoop voor zegen, weet je, dat hoop geeft. Matt Pays, Music for Life. Ik kan dit niet lezen. Matt Pays. Nee, het staat weer een beetje raar. Ja, het staat in het Engels. In het Engels. Maar heel slecht geschreven, want Joker spreekt vloeiend zeker taal. Ja, ik spreek hoor. Zeker Engels. Dus zeker. Dat ik niet denk dat Joker geen Engels spreekt. Nee. Nou, we gaan kijken naar een inbreng van onze... Discovery-afdeling, niet gesubsidieerd ook trouwens. Ja. Dus dat doen we allemaal gratis. Nou, het gaat over Man Plays Music for Blind Elephant in Attempt to Save Him. Nou, ja, dat is heel apart. Dus er is een man die is naar Thailand gegaan. Ja. Met zijn gezin trouwens. Was een muziekleraar die met gehandicapte kinderen werkte. En die was begaan met het lot van dieren. En ook, zeg maar, het ontbossing in Thailand. In brede verband ook Borneo, Indonesië. En die kwam tot de ontdekking dat olifanten ook reageren op muziek. En een van die olifanten was een blinde olifant. Ja, dat is heel apart, denk ik. Ja. Dus mensen, kijken maar even naar deze uitzending. Hi, I'm Paul in Thailand. I'd like to tell you a little bit about this gentle old female elephant called Lam Duan. She's totally blind and has been for some considerable time. I'm going to play her some piano music by Chopin, Bach, Satie and Schubert. Dat wou ik even tussendoor zeggen. Wat afgelopen aflevering.
Oh, dat de gekke band die erin zat. Ja, you drive me crazy. Ja, we hebben de beste benen. Ja, goed hè. Oh. En die is natuurlijk ook zwaar geboycott hè. Deze Clarence heet die. Is een originele Amsterdammer. Wat goed ja, goede muziek hè. Oh, ik heb kippenvel van. Ja, Joke, nou kan je niet hoor. Ja. Nou, we hebben ook even kwijt zeg. Ja, kom op zeg. We zitten hier toch niet in de Epilio Boulevard. Ben ik nou weer? Wilders gebruikt. Nee. Sjaad. Ja, wat maar oh nee. Wat zeg je nou? We krijgen eerst Jernie Turner. Jerry Turner. Dat zei ik, Jerry Turner. Oh, okay. X Music Art Blue Monday Objecten. Kijken mensen, onze weergeloze Jerry Turner X. Je zou niet zeggen dat hij pas 50 is, hè? Nee, je ziet er goed uit. Ja, hè? Music and Art. Het is januari, vochtig, eenzaam. Daarom heb ik voor een kunstobject gekozen, wat een paraplu is. Hier sta ik helemaal droog. Af en toe ziet u op de achtergrond eenzame fietsers. Januari, nooit zo'n leuke vrolijke maand. Maar dit kunstobject past prima in de sfeer van januari. Een paraplu. Waar je droog staat en waar je toch een leuk verhaal kan vertellen voor de mensen. Kijk, hier staat een prachtige mogen. Mooi niet gemaakt is allemaal. Met al die gaten erin. Ik vind het een hele mooie object. Een paraplu in Amsterdam om de mensen droog en vrolijk januari door te laten komen. Kijk nou wat we hier weer hebben. Een kunstwerk van Bouwse. Gewoon leiding Bouwse waar uw wafel doorheen loopt. Zwart, oranje, wit. Prachtig vormgegeven. Ook weer op een unieke plek. Niemand weet wat dit is. Ik wel. Dat zijn een soort aan Lego blokjes refererende kunstblokken. Melancholiek hier weer in donker Amsterdam. Ik vind dit weer heel mooi. Ik hoop u ook. Zo, dit is Jerry Turner in de pisbak. Ik ben weer even mijn pisbak gekropen. Omdat ik pisseling ben, want de homo's moeten weer verketterd worden door de christelijke elite. Het is heel jammer. Dus als steun aan de case, Jerry is weer in zijn pisbak gekropen. Leuk object dit en leuk in Amsterdam, het homo monument. Oké, dit is het laatste object. Je ziet het, een prachtige rode bal met een ingang erin. Heel mooi, een rode kunstbal. En ik ga zeggen, wat moet er met die rode kunstbal? Het is de week van Blue Monday. Blue Monday staat iedereen rood op zijn rekening. De meest depressieve dag van januari is dat. Algemeen bekend. Weet u ook weer trouwens. Dus in het kader van Blue Monday, iedereen zijn geld is op voor de feestdagen, heb ik voor u een prachtig rood kunstwerk. De rode stip refererend aan de roodstand op uw rekening. Maar we blijven vrolijk. Remember me, Jerry Turner X, Music and Art. Voor Stem van de Straat, tot de volgende keer. Volgende. Goed probleem, het wordt wakker nieuws. Het wordt wakker nieuws. Oké, Jokie, kondig het maar aan. Ja. Wilders gebruikt citaat van Volksnieuws bij Jens Rutte. Ik zou raddraaiers het liefst zelf in elkaar slaan met mijn handtasje. Nou jongens, dus, je ziet wat een groot bereik de Stem van de Straat Amsterdam de Waar heeft. En in de kielzochten van onze weblog Volksnieuws Amsterdam de Waar. Zeg maar een paar dagen voordat Wilders ging optreden bij de Fat Man Jensen, die reactionaire rioolbraller, hadden wij een artikeltje geplaatst op Volksnieuws Amsterdam de Waar. Het was naar aanleiding dat Rutte, weet je het meegekregen heb, gelezen heb. Nee. Nou, ja, ja. De zogenaamde raddraaiers met oud en nieuw. Zou die wel even in elkaar slaan? Ja, die zou hij zijn handen jeukten. Ja. Het was weer een schande dat de politie daar niet
het kop in kon drukken enzovoort. Nou ja, oh, dat heb ik gelezen, ja. Ja, nou, de cijfers waren eigenlijk dat het dus dit jaar met 50% afgenomen was. Ja. Dat waren echt cijfers, hè. Ja. Dat voor het eerst, zeg maar, het ambulancepersoneel en de brandweer niet waren lastig gevallen, hè. Dat is ze zelf verklaard. Dus die Wilders wilde natuurlijk weer de goedkope sier maken. Dat hij die raddraaiers, dat waren geloof ik in heel Nederland 200, de dronken jongens die een rotje gooien, weet je, dat werk. Uit de achterbuurten natuurlijk, pure armoede. Nou, die zou hij dan wel zijn handen jeukten om die zelf aan te pakken. Moet je je voorstellen, die valse gay guy. Nou, toen hebben wij daar een artikeltje bij gezet van, zeker met zijn handtasje, snap je? Oh ja, op zo'n manier. Ja, want hij is natuurlijk zo bang als de pleuris, die lafbek. Nou ja, en dat vond Wilders kennelijk zo grappig, dat Wilders, had die, dat citaat van ons, had hij dus overgenomen en hij heeft het wel twee keer geciteerd. Zie. Ik heb het ook gezien. Ja, in Jensen, dus hij heeft het één op één overgenomen van Volks Nieuws Amsterdam Noir. Wat maar weer eens een keer bewijst dat heel veel corrupte politici, hè, stiekem het weblog lezen en het één oog, ja natuurlijk rode oortjes en schaamrood om hun kaken, want ze worden bij ons natuurlijk altijd ontmaskerd als oplichters, dieven. En verlakkers van het volk, het gros. Dus dat die toch af en toe stiekem een blik werpen op... op de site. Juist, dat mag jij ook wel eens doen, Joke. Ja. Heb ik je al zo vaak gezegd. Klopt. Dat zelfs de politici kijken. Maar jij zit nog steeds niet op dit Volks Nieuws te lezen. Je zit alleen maar bij die RTL Boulevard, Joke. Soms. Drollenvangers. Nou ja, in ieder geval wat er weer tegenviel, vond ik van Wilders. Is mijn persoonlijke mening. Kijk, die Wilders heeft zich de afgelopen 10 jaar, vind ik, geëvalueerd. Tot een van de beste sprekers in de Tweede Kamer. Vind ik. Die de gevestigde ordepartijtjes aanpakt. Nou, dan vind ik het altijd zo jammer van hem. En bovendien, trouwens, moet ik ook gezegd hebben. Ook echt opkomt voor de mensen. Weet je, de mensen in de verzorging. Ja. De mensen met de laagste salarissen. Hij trekt van leer tegen Rutte met zijn belastingoplichtingspraktijken. Met die multinationals. Ik mag graag naar hem kijken als hij Rutte aanpakt in de Tweede Kamer. Vind ik leuk. Maar het was zo jammer weer dat hij bij die dikke vetman Jensen, die overigens bijna 0,0 kijkerscijfers had, las je dat? Ik wist niet, hij haalde nog. Maar dat heb ik niet gezien. Nou ja, heb ik met ik kijk nooit, maar nu. Nee, ik kijk ook nooit naar dat soort troepprogramma. Maar in ieder geval, die haalde dus kijkcijfers, onder andere met die, had een uitzending gedaan met zijn held natuurlijk, Peter R. Oh ja. De junkie... Geilnicht. Ja, geilnicht Peter R. De politieinformant. En daar had hij een dieptepunt gehaald van maar slechts 60.000 kijkers. Hè? En nu voor het eerst met Wilders scoorde hij 500.000. Even de feit. Weinig, hè? Nou, nee, dat is echt heel weinig. Maar hij was heel blij met die 500.000. Ja, 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 ja. Dat halen wij al. Snap je? Wij halen al 500.000 op een sloffen. Maar goed. Ja. En wij zijn natuurlijk een heel ander programma. En in ieder geval, wat mij nou weer tegenviel, vind ik, van hem, hè, dat hij weer zo ongelooflijk tekeer ging, weet je, die open deur, dat eigenlijk het grote kwaad van alles in onze maatschappij waren natuurlijk weer die Marokkaanse, het Marokkaanse tuig. Dat was het oorzaak. En dat vind ik een beetje, weet je, dat haalt hij zichzelf ontzettend, vind ik, mee omlaag. Want je hoorde hem dus geen woord zeggen over de elite pedofielen. Nee, echt wel niet. Die zich aan duizenden kinderen straffeloos vergrijpen. Al een jaartje of 50 in Nederland. Geen onvertogen woord over de bankiergangsters die Nederland leeg plunderen. Geen één slechts woord over de tax-free multinationals. En laat staan over de meest succesvolle misdaadgroep van Nederland. Dat is die van King Willem natuurlijk met zijn parasietenfamilie. We hebben vandaag heel veel onderwerpen over deze familie. Nou Joke... Oké, nu krijgen we van onze niet-privé royaal Riool-redactie. Ja, nou, mensen, we zijn niet voor een kleintje te vangen. We hebben wederom weer een nieuwe rubriek. Dat heet dus van onze niet-privé royaal Riool-redactie. Niet, ja, voor nou, ons zeg. Ja, nou ja, zo heet niet, die rubriek. Niet-privé Riool-redactie. Wat is er gebeurd? Afgelopen week... mega artikel in privé. Wat heet privé? Maar ik kan rustig zeggen, niet privé toch? Ja. Want als alles wat ze te weten krijgen aan roddels en vuiligheid, gooien ze in dat blad. Dus het is eigenlijk grappig dat dat privé heet. Want niks is privé bij hun. Dus dat blad moet eigenlijk heten niet privé. Niet privé riool. Maar goed, wat was er gebeurd? De vastgoedmafia prins Bernard, de grootste huisjesmelker... van Amsterdam. Hij bezit officieel waarschijnlijk meer 600 panden in Amsterdam. Hè? Met sleutelgeld, zwart, je weet het wel.
Ja, 600 panden. Allemaal gefinancierd door de misdaadbanken ING en de ABN Rabo. Hè, worden die panden tegen bijna 0% rente. Want de prins, je weet het wel, rol je loper uit. Hoeveel miljoen heb je nodig? Alsjeblieft. Geen probleem. Prins altijd welkom. Nou ja, die was natuurlijk best een beetje naar zijn bol gestegen. Al die oplichtingspraktijken. Hij had net een mediapark aangeschaft. Waar Pim van Fortuyn nog doodgeschoten is. Hè? Ook voor een onderhands duister prijsje. Hup, weer gefinancierd door de ING misdaadbank. En dat was hij kennelijk aan het vieren bij een cafeetje. Ja, ik geloof het feest nog wat van een of andere rapper. Bekende rapper. En daar was hij... Heb je het gelezen? Nee. Nou, het was echt absurd. Het wordt gewoon absurd, mensen. Mm. Daar was die, dus die maffia vastgoedprins, Bernard, die was daar zo liedelijk in de ronde aan het springen, met coke aan het snuiven. Ja. En flesjes roze champagne aan het bestellen. Kon niet op allemaal, hij moest 15.000 euro afrekenen aan het eind van de avond. Ja, zo gaat het zo'n avond, dat weet je zelf wat het kost. Ja. Flessen roze champagne. Nou. Nou ja, en met een spetter van een junkie blonde hoer stond hij helemaal te springen, liedelijk. Oh ja? Ja, zijn bril was helemaal beslagen. Ze konden hem eerst niet herkennen door die grote bril op. En die zijn helemaal beslagen. Die prins die stond er te springen, jongen, met een worst in zijn broek. Van heb ik jou daar? Wat? Ja, het moet verschrikkelijk geweest. Ja, ik verzin het echt niet. Nee, geloof je. Nou ja, dat was zo lelijk en schokkend dat de mensen waren eigenlijk, de gasten begrepen er niets van dat die prins zich zo... Het staat in de privé. Foto's al. Oh. Ik haal hem maar in de winkels. Misschien staat het nou online. Nou ja, die prins die was helemaal, die weet hoe dat gaat, zo'n junkie blonde hoer, die zag natuurlijk ook de kans rijp. ik word ook prinses, toch? Ja. Ja, wat Maxima kan ik ook, dacht ze natuurlijk. Ja, maar ik zou die kan Maxima op die bollen te pakken genomen, toch? Die zit sindsdien, heeft ze zo'n grote troon van 50 miljoen op de pan. Heb je dat gezien, die troon? Het kost echt 50 miljoen, hè? Zo best wel, ja. Ja, 50 miljoen. Diamant, hè? Ja, nee, met een speciaal met niks aan de hand. En die denkt dus, die snol, die zag de kan. Nou ja, vergeet niet dat Prins Mabel natuurlijk ook haar carrière begonnen is in Jap Jum. En die is ook, ja, die is in Jap Jum de hoe gespeeld. Die zit nou ook op de troon, prinses. Ja. Die heb ik nog vroeger zelf heel goed persoonlijk gekend, hè? Tussen twee haakjes, Prinses Mabel. Oh ja. Heel goed gekend. Nou ja, in ieder geval, ander verhaal. Dus nou, de mensen waren er zo gechoqueerd van, die gingen dat filmen, ze hebben foto's genomen. Nou, en die prins met die beslagen bril en met die grote slinger van hem in de rondte. Nou, het was te gek van woorden. En het verbaasde de mensen dus, de gasten, de aanwezige gasten, dat die prins had ook schijt dat het gefilmd werd. Ja. Hij zag het. Ja, echt waar. Nou, de privé halen? Nou, het staat in de privé. Ja, kijk, Joker gaat hem gelijk halen. Ja. Nou, maar wat was natuurlijk het geval? Kijk. Ik moet eerlijk bekennen, in mijn ik heb in mijn avontuurlijke periode natuurlijk ook wel eens een snuifje genomen vroeger, hè, feesten. En als je nou mensen die te veel snuiven en suipen, die verliezen alle remmen. Ja. Waar of niet? Ja, ja, zeker. En dan kom je in een soort op een andere planeet terecht en dan heb je schijt aan de hele wereld. Dus die denkt, nou ja, die prins had er dus ook schijnbaar, die was zo door een dolle lielen. Ja, als een loopse teef bijna zou ik zeggen, snap je? Dus het maakte hem ook niet uit dat hij gefotografeerd was. Dus die foto's hangen nu allemaal in de niet-privé. Maar goed, dat is dus ons koninklijk huis, kit volgen. Zo. Ons koninklijk huis. Lopen dus 600 woningjes af te persen in Amsterdam. Ja. Kopen voor een drol met een duistere financiering van de bank het mediapark op. Met die smerige Prins Bernard, broertjes hoofdredacteur, kun je die nog in? Die slijmbal van de PvdA. Die altijd Prins Bernard zijn reet gelikt heeft en daarvoor burgemeester van Hilversum mag worden. En, en wat zegt Rutte dan? Privé kwestie is privé. Ja. Snap je? Dus ja, Nederland is reddeloos verloren. Ja. Zolang dat tuig nog aan de macht is. En vandaar, juist. Mensen, sluit u aan bij de gele hesjes of bij de stem van de straat. Is bijna hetzelfde. Ja. Snap je? Ook bij allebei. Ja, of nog beter bij allebei. Ja. Trouwens, even tussendoor, voor ik het vergeet. Mensen, u kunt zich aanmelden bij Nico van der Ham. Of bij Koekoek. Vind ik een beetje raar, maar het zal wel. Koekoek. Ik ben raar. Ja, wie niet? Heb je ooit een normaal mens ontmoet? Nee. Ja. Ja, bij het Koninklijk Huis misschien. Ja. In zes zootje, al 300 jaar lang. Nou, luister. Salto is een primeur, hebben we primeur. Ja. Salto TV heeft de gele hesjes. Een uur zendtijd per week aangeboden. Ja. Ja. Dus mensen die betrokken zijn bij de gele vestjes en hun ze nog meer willen inzetten dan alleen demonstreren, wat geweldig is. Ja. Meld je aan bij Nico of Koekoek.
En ga brainwashen dat jullie een uur per week een soort uitzending kunnen gaan maken. Mooi. Wat het verzamelpunt is van nieuws en ontwikkelingen van de gele vestjes in Nederland. Maar kom ook alsjeblieft zaterdagmiddag om 12:15 bij het Centraal Station. Want dan staan we er weer en dan gaan we de stad in. Elke zaterdag. Dat is aangevraagd iedere keer. Dus of aangemeld moet ik zeggen. Je hebt er geen vergunning voor nodig. Maar moet wel aangemeld worden en dat gebeurt steeds. Dus. Oké, Joker, ik zou zeggen, u kunt natuurlijk het hele verhaal nalezen op Volksnieuws Amsterdam Noir. Maar ik zou zeggen, alleen als u boven de 18 bent en een sterke maag heeft. Want daar staan zulke, ik kon het niet helpen, er staan zulke walgelijke details van die springende prins met die beslagen bril. Yeah. En die junkie blonde hoer van hem. Dus ik wil waarschuwen u van tevoren, als u geen sterke maag heeft, sla dat artikel over op Volksnieuws Amsterdam Noir. Joker, het volgende, dat is deze. We blijven in de koninklijke sfeer zitten hoor, vanavond. Nou, zeker. Krijgen we weer breaking nieuws, braking nieuws. Nee, die hebben we toch niet gehad. Die vorige was wordt wakker nieuws. Nee, je hebt wel gehad. Nee, nu krijgen we een nieuwe rubriek, Joker. Deze krijgen we nu. Even kijken, ja. Die toch? Nou ja, we blijven natuurlijk, Joker. Oh, excuus, alles deskundig. Ik zit er weer aan. We blijven zitten in de Royal Trek Tax-Free Breaking. Ja. Braking nieuws. Daar gaan we nu mee verder dus. Ja. Woningnood. Niet voor King Willem, want die heeft 3 gratis paleizen in Nederland. En minimaal 2 in het buitenland. En een staatsuitkering van 300 miljoen euro per jaar. En natiekunst in de verkoop. U kunt het hele verhaal weer nalezen op Volksnieuws Nu. Nou mensen, ook afgelopen week, het haalt niet op met het Royal Nieuws. Ja, het paleis. Ja, het is absurd. Ja. Nou, eindelijk, geloof ik, jaar of 8 is dat walgelijke Meelmanen Paleis Den Bosch klaargekomen met de verbouwing. Ja. Heeft slechts 90 miljoen officieel gekost. Ja, ongelooflijk. Voor 1 gezinnetje. Er zitten geloof ik 55 kamers in en 12 badkamers. En er stond ook nog bij, het was nog niet helemaal klaar. Ja. Want Queen Exotica Maxima is logisch, weet je. Zuid-Amerikaanse poeta met ijs, hè, die zijn niet makkelijk. Ik ken er een aantal, weet je, uit de onderwereld. Maar dat zijn echt wel top high buyers. Die weten wat ze willen. Weet je, die poeta's uit Brazilië. En zij wilden nog wat gouden badkranen hebben, heb ik begrepen. En ze wilden ook speciale kussentjes op het toilet. Met zo'n machine erbij. Als je jij denkt dat ze niet bestaan. Dan heb jij nooit in een 5-sterren hotel gelegen, Joker? Nou, ik wel hoor. Dan ga je op die toilet zitten. 6 sterren heb ik gezeten. Ja, gaan we opscheppen? Ja. Ik heb in een Diamond Hotel gezeten. Oh. Dus, nou ja. Wauw. Maar goed, zij wilden dus hebben dat als je gaat zitten, je bent klaar, zal ik maar zeggen, met plassen. Dat zo'n aanjager, je doos droog, hoef je niet te vegen zelf, snap je? Nee. Ja, het is echt waar. Oh, dan gaat zo'n aanjager automatisch aan. Nou, en dan hoeft ze dus niet haar eigen doos zeg maar schoon te vegen meer, want dat doet te veel werk. Maar kan dat niet stinken dan? Nee, er komt natuurlijk een heerlijk luchtje bij, snap je? Eerst een spruurtje erop. Oh, van bidet heet dat, of bidet? Ja, nee, dan moet je het zelf doen met je handen. Bidet. Ja, bidet automatisch. Dus in Frankrijk is trouwens wel heel hygiënisch. Zeker. Hè? Nou. Ik vind dat moet hier ook ingevoerd worden. Ja, want er slaat nergens op in het noorden dat je je reet afveegt en dat die stront de hele dag rond blijft lopen. Ja, maar bij de Middellandse Zee, Griekenland, Turkije, zogenaamd vieze landen, maar dan wassen ze allemaal na het zeg maar, scheiten. Kijk, ja, zo is het. Wordt wel even de billen gewassen en dat hoort ook zo. Maar zeker. Goed, ik ga de douche daarna. Ja, nou ja, dat begrijp ik als gynaecoloog. Maar, even mevrouw af te maken, kraaien je tongen hebben beweerd dat als die Maxima, kijk, die zit natuurlijk met die bollen in dat Den Bosch, in dat paleis. Ja. Dat is natuurlijk ook op een gegeven moment wel de lol vanaf, nou, toch? Al heb je zoveel miljoen, dat houdt een keer op. Dat is er wel gewend. Ja. Dus als zij naar de toilet gaat 's morgens, hè, en dan horen ze wel op een gegeven moment een beetje... Dus men vermoedt ook dat het niet alleen maar is om de doos schoon te maken, maar ook een soort van, zeg maar 5 sterren. Hoe ging dat? Een 5 sterren Royal Vibrator. Snap je om de pret erin te halen? Nou, in ieder geval, het was natuurlijk te gek van woorden allemaal. In Nederland moeten mensen, gewone mensen, in Amsterdam bijvoorbeeld, al meer dan 20 jaar wachten op een betaalbaar huis. Ja. Ja.
In Purmerend, hoorde ik, is de wachtlijst inmiddels 26 jaar. In Utrecht 22 jaar. Behalve natuurlijk als je Benny Boerka bent, dan heb je binnen 3 maanden een huis, hè, met inkomstenrichting. Ja. In Amsterdam met Deep State, hoe heet ze, Halsema. Maar dat was nog niet alles. Want, tot mijn verbazing toen ik dat las, heb jij het ook gelezen. Dus er stond het Huis Den Bosch is klaar, maar de staat stelt nog 2 paleizen ter beschikking. In Nederland. Ja, 3 hebben ze daar. Wat is dit nou? Dus ze hebben ongeveer, alleen dat is echt waar. Ja. Ze hebben dus in Nederland, met die 3 paleizen, ik heb het opgeteld, en uit onze research afdeling Sambolia, niet te verwarren met Sembla, want die doet ook alleen maar dat ze waar niemand zich een buil of valt. Ja, hebben ze weer iemand ontdekt die wat fout gedaan heeft, die ging er toch al uit. Weet je, dat werkt. Ja. Maar de echte onderzoeks, dat wij hebben, het heet Sambolia, niet Sembla, Sambolia. Mm-hmm. Niet gesubsidieerd natuurlijk, Sembla wel. Mm-hmm. Die hebben dus uitgezocht dat ze hebben alles bij elkaar, die 3 paleizen, die hebben zoveel kamers en badkamers, dat ze op hun gemak 2000 vluchtelingen erin onder kunnen brengen. Of 2000 Nederlandse daklozen. Ja, dat lijkt me ook goed. Begrijp je, moet je je voorstellen, wat moet ze één familie met, ze hebben gewoon totaal iets van 300 of 200 kamers ter beschikking. Ja. En 2 privé indoor zwembaden. En iets van 30 badkamers. Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar het Nederlandse volk pikt het. Maar we zijn er nog niet mee klaar, helaas. Nee, we pikken het niet, hè. Alleen mensen moeten nog wakker worden. Ik pik het helemaal niet. Vandaar dat ze mij een volksgangster noemen. Maar het gaat nog verder. Want officieus hebben ze er meer, hè. Mensen zijn het allemaal weer vergeten. Hmm. Maar ze hebben dus ook nog een paleis in Argentinië. Ja, dan gaan ze eind met kerst altijd naartoe. Ja. En dan doen ze zogenaamd die kersttoespraak, zit hij dan zogenaamd op beeld, weet je. Ja. In Den Bosch, maar dan zit hij gewoon in Argentinië, wist je dat? Nee, wist ik niet. Nee, dat zeggen ook nooit. Kerstspraak live, daar staat kerstspraak opgenomen in Den Bosch. Dan hebben ze dus een week of 2 van tevoren opgenomen en dan vliegt hij naar Argentinië met kerst, met die hele familie. Ja. Dus daar blijft met kerst niet eens in Nederland. Maar hij heeft dus ook nog een paleis, misschien dat je dat wel herinnert, in Griekenland. Ja. Nee. Dat was toch ook zo wel dat gelijk het strand. Juist. Nou, over dat laatste hebben we een kleine reportage gemaakt. Zal niet. Ik heb een spaar. U zal denken, maar doen die mensen het allemaal van zonder subsidie? En mensen mochten niet meer over dat strand. Ja, nou, dat gaan we. Ja, precies. Speedbootje erbij voor de miljoen. Ja. Ook natuurlijk weer die toilet aangepast weer, hè, voor de dosie vanavond. Die maximaal. Woep! Hoor eens weer. Hey! Toch? Als is binnen tegen die Grieken, dan kennen ze horen buiten. Ja. En die dikke die denkt, wat is er aan de hand? Die snapt er niks van die bollenprins. Nou, koning. Nou, klaar. Nu gaan we beginnen met... met de deze. Ja, dus dan kun jij het voorlezen. Ja. Dit. Deze? Ja. Hier beginnen. Nou ja, de oorlog en de bezetting in Frankrijk. Ja, even de kamer in kijken. Zo. Ah, ja. Opnieuw beginnen, Jan, kom. De oorlog en de bezetting in Frankrijk. De gele hesjes protesteren in de hoofd geschoten door de nazi-politie van Boy Macroni. Macroni? Spaghetti. Ja. Boy Macron. Nou ja, beste mensen, ik zal het even vertalen voor je. Hij is wel leuk. Joke heeft het net in het Arabisch gedaan. Ja. En ik ben nu even in het Nederlands. Nou, vond hem ook wel leuk. Oorlog en bezetting in Frankrijk. Sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Gele hesjes die protesteerden. Is afgelopen week in het hoofd geschoten door de nazi-politie van Boy Macron. Nou, kijkt u maar even naar deze reportage. Nou, verder, Jok, ik ga er verder in Nederland. Doe jij maar. Maar denkt u dan niet dat het alleen in dat de politie in Frankrijk gewelddadig optreedt tegen de gele hesjes? Want ook de laffe en corrupte Haagse politie van de VVD witwasfraude burgemeester Krikke sloeg er heftig op los in Den Haag. Voordat we onze gasten het woord gaan geven, wil ik u aandacht vragen, heel speciaal voor ons gemaakt.
kosten nog moeite weer gespaard. Ja, we hebben geen geld, maar de mensen die het gemaakt hebben, kosten nog moeite gespaard, zoals ik al zeg. Dat is gemaakt door godsdienstgeleerden. Dat is serieus hoor. Godsdienstgeleerden, en die tonen dus aan, op basis van de Bijbel, dat Macron wellicht de antichrist is. Nou zijn wij geen gelovigen, maar de documentaire vonden wij toch zo interessant. En met name natuurlijk voor die zogenaamde gelovigen, CDA ja. en CDU en SGP. Dat het grappig is dat juist uit die godsdienstgeleerde koker een documentaire gemaakt is. Waarvan hun aantonen dat dus Boy Macon, de puppet van de ultrarijke elite gangsters, waarschijnlijk de nieuwe antichrist is. Nou, deze documentaire duurt 28 minuten. Dat is te lang voor ons om hier uit te zenden. Dus we geven u een kleine impressie. En voor degene die de documentaire in zijn geheel wil zien, adviseren wij hun om die te zien op YouTube. Oké. Okay. Could Emmanuel Macron be the Antichrist? According to scripture, the greatest political leader in history, the man of lawlessness, aka the Antichrist, will arise from Europe to seek world domination and deceive countless people near the time of Christ's return. Somewhere, at this very moment on planet Earth, the Antichrist is almost certainly alive. And there is much speculation about the identity of this Antichrist. Among the speculation, some of the more popular Antichrist candidates include Barack Obama, Donald Trump, Jared Kushner, and Pope Francis. Yet out of all the Antichrist candidates who have come and gone, Emmanuel Macron, who became president of France on the 14th of May 2017, has generated more end-time buzz than any other world leader that I know. This is because Macron seems to fit the exact characteristics of the Antichrist in so many ways. 1. The Antichrist will rise suddenly from obscurity. Daniel 7 verse 8 and 8 verse 9. Many news reports speak of Macron's meteoric rise from obscurity, appearing out of nowhere. A year before the French election, Macron had no political party and no previous electoral experience. 2 years before, he was a virtual nobody. Further still, France has been in chaos from all the terrorist attacks, and the far-right Front National candidate, Marine Le Pen, seemed the only answer to the madness. And yet, Emmanuel Macron won a landslide victory over Marine Le Pen in the French election. At age 39, he's the youngest president France has ever had, and not since 1958 and Charles de Gaulle has a French president ever won such a powerful majority, taking 351 out of 577 seats. Macron's rise has been nothing short of meteoric. It is, in fact, unprecedented. 2. The number 666 will be related to the Antichrist and is possible to be computed. Revelation 13 verse 18. According to Dr. E.W. Bullinger, when the name of the Antichrist is known, its gematria will doubtless be found to be the number 666. There are 36, 6 times 6, total characters in Macron's name. 32 letters, 1 dash, 3 spaces. If you give each character a value of its position and calculate the sum, you get 666. 1 plus 2 plus 3 all the way up to plus 36 equals 666. Furthermore, Macron won the French presidency by 66.06% of the vote and assumed office on May 14, 2017, Israel's 69th anniversary as a reborn nation. What a coincidence. 3. The Antichrist will claim to be God and is worshipped. 2 Thessalonians 2 verses 3 and 4.
Macron has already claimed he will rule like the Roman god Jupiter, in homage to the highest pagan god in the Roman and Greek pantheons, the king of all the gods in ancient Roman religions. In open reference to this, Macron's own nickname in France now is Jupiter. Other names given to him include Jesus Macron, Europe's savior, and the new Louis XIV, or the Sun King reborn. Macron seems to adore the attention, even jestingly allowing people to draw attention to the origin of his own name, Emmanuel, which of course means in Hebrew, God is with us. In fact, all parts of his name call him some sort of God or Jesus, except his last name, meaning a written or printed mark. Considering that Macron's parents are atheists, isn't it a bit odd that they named their child like this? This is the meaning of his full name: Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Emmanuel, God with us. John, gift from God. Michael, who is like God. Frédéric, peaceful ruler. Prince of Peace is the title for Jesus Christ. See Isaiah 9, verses 6 and 7. And Macron, a written or printed mark. Revelation 13 tells us the mark is the name of the beast, or Antichrist. Coincidence or incredible play on words? Coincidentally, Macron's name in the English Gematria totals to 888, Jesus in Greek Gematria, also causing some to see him as a Jesus-type figure. And he was born on 21 of December 1977, which is the winter solstice, or the shortest day of the year. The reason December 24th and 25th were picked for Jesus' birthday is because those were considered to be the winter solstice, or the shortest day of the year. Technically, being born on Christmas, and with the name of Emmanuel, Macron could falsely claim that he is the fulfillment of the prophecy given in Isaiah 7. Nou, dat was het, mensen. Antichrist, moordenaar, Boy McCall, schieten met scherp. Ik zou zeggen, vandaar dat we dus eigenlijk heel bijzonder vereerd en blij zijn dat we een soort extra ingelaste vijfde uitzending hebben met en over de generaties. Ja. En als eregasten hebben we hier Nico van Ham. En Miss Koekoek. Koek zit ernaast. Ik zou zeggen, mensen, ik zou zeggen, take the floor. Kimmy Koekoek. Ja. Kimmy Koekoek, ja. Nou, Kimmy Koekoek, die loopt meestal vooraan. Kimmy Koekoek is altijd heel vrolijk en trekt ook heel veel bekijks, vooral bij de mannen. Nou, laten we het nou even zakelijk houden. Ja, Nico, nee, maar dat moeten we wel hebben, want er zijn nog veel te weinig mensen die meedoen. En ik roep dan bij deze ook op, mensen, alsjeblieft, voor je eigen belang, voor je kinderen, voor je ouders, voor je bejaarde ouders, kom bij die gele hesjes, want er moet wat gebeuren in dit land. Het kan zo niet langer. Het is wat mij zelf nog een beetje ergert, dat is dat die rechtspraak erg buiten schot wordt gehouden bij de gele hesjes. Maar goed, ik krant mij er ook aan vast aan de gele hesjes, want het kan zo niet langer wat er in dit land gebeurt. Ga in de winkels kijken, let goed op. Kijk wat de prijzen omhoog gegaan zijn. Het is meer dan verschrikkelijk. Maar de BTW. Ik hoef het niet allemaal op te gaan noemen wat er allemaal aan de hand is. Ziekenhuizen worden gesloten. En daar strijden de gele hesjes tegen. En we hebben meer mensen nodig. Ja, Heel veel meer mensen. Wat beweegt jou om je in te zetten voor de gele hesjes? Meestal voor mijn kinderen. Ja. Vertel. Nou ja, hoe het nu gaat allemaal. De zorg, de woonlasten, de btw-verhogingen. Onderwijs, schoolgeld, alles. Onderwijs is ook heel erg achteruit gegaan. Ja. Volle klassen. Je hebt twee opgroeiende kinderen. Twee opgroeiende kinderen, ja. Dus je maakt je echt zorgen voor je toekomst van je kinderen. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, ik las bijvoorbeeld laatst, ik weet niet hoe oud jouw kinderen zijn. 12 en 15. Nou, heb je die verhaal, krijg je er denk ik al mee te maken dat bijvoorbeeld ook een druk is. De bepaalde scholen ben je verplicht bijvoorbeeld een laptop te kopen. Via hun, las ik in de krant. Ik heb het met mijn oudste zoon gehad, maar die zit dan op zo'n tabletschool, zeg maar, een laptopschool. Ja. En dan moest je dan wel een tablet aanschaffen. Ja. Ja, maar sommige ouders, las ik, hè, die kunnen dat gewoon niet betalen. Nee. Maar je mag dus niet je eigen laptop meenemen. Want dat je moet echt wel eentje van... Ja, jou is natuurlijk een uitzondering, je zit op een laptopschool. Dus ja.
Maar ook dat het gewoon een doorsneeschool. Ja, dus dan werden die ouders eigenlijk gedwongen. Om vier, en dan ook natuurlijk via de school, die, precies die laptop moet je ook kopen. Ja, ja, ja. En dan zit natuurlijk weer die strijkstok om de hoek. Ja. Want dan kopen ze 200 laptops bij meneer X, die natuurlijk onder de tafel weer en de schooldirecteur of de manager, wie dat regelt, komt natuurlijk de kickback. Maar dat dagen later, want die rat-in-pak-corruptie zit natuurlijk overal. Maar ik vond het zo schrijnend om te lezen dat ouders die het dan niet kunnen betalen, zo'n klein dingetje. Ja, ja. Eigenlijk ja, met de billen bloot moeten naar zo'n school van ik heb het geld gewoon niet. Ja. Nou, ja. Schoolreis hetzelfde. Ja. Maar ja. Heb je nog meegemaakt? Ik heb zelf kinderen gehad natuurlijk, die zijn allemaal al afgestudeerd. Maar ik herinner me bijvoorbeeld, mijn dochter zat op het museum in Eindhoven. En dan gingen ze op schoolreisje, toen al hè. Ja. 1000 gulden. Voor een week. Ja, ja, het is schandalig. Ja, ik praat over 15 jaar geleden. Hè? Ja. Dan kon de helft van de school niet mee. Ja. Nee. Het is schrijnend, toch? Ja, en absoluut. En dat is natuurlijk nu ook nog veel erger geworden. Ik praat dus met mijn kinderen over 15, 20 jaar geleden. Ja. Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar hoe kan een schoolreisje 1000 voor één week? Ja. Dat is wel een heleboel gulden toen. Ja, toen ja, ja, dan gingen ze een week op de wintersport. Ja. Ja, voor de elite en de hoge middenklasse no problem. Ja, ja. Maar de helft van de school bleef achter. Nee, je begrijpt wel wie dat waren. En je bent tegenwoordig verplicht mee te gaan, hè? Dat kan niet. Ik weet niet hoe dat vroeger was, nee, maar je moet mee. Je krijgt echt een brief thuis. Zoveel kost het. Maar zo gaat dit jaar 3 dagen naar Texel, geloof ik. Kost 375 euro. Wie heeft dat? En hij moet mee. Het is een verplicht. En als je het dan niet kan betalen? Zitten. Ja, dan... Gaat hij niet mee, dan moet hij gewoon op school zitten die dagen. Oh, dan moet hij verstraffen. Oh, dan krijg je dus een soort van met een puntmuts op. God, zoals ja, dan moet je je tijd moet je gewoon op school zitten. Nee, arme slubber. Slubber geen geld. Dan krijgen we de jaren 30 weer terug. Dat is gewoon handel dan toch. Nee, luister, wat hij dus veel erger werd, zeer. Ja. Als jij niet geld hebt om mee te gaan, ben je verplicht op school te gaan zitten. Ja, maar het is dus je wordt ervoor gestraft. Ja. Nou, dat is de tijd van de jaren 30. Ja. Als jij een fietsplaatje kreeg hè, oh ja. van de sociale dienst, dat heb ik het ooit wel eens gelezen. Ja, wel. Ik is mij altijd bijgebleven. Mensen die dus van de bijstand moesten leven in die tijd, was trouwens maar een knaak per week. Hè. En dan moesten ze elke dag, 1 keer per dag moesten ze in de rij staan aan het publiek. Kon iedereen het zien voor de stempel halen. Elke dag om 12 uur. Ja, we hebben ook aandacht aan besteed in de uitzending. Elke dag in de rij. Maar als je kreeg je een fiets van de bijstand. En tegenwoordig toen hadden ze in die tijd belastingplaatjes. Ja. En dan hadden ze dus een gaatje in het plaatje geboord. Dan kon dus iedereen zien dat je geen geld had. Dat je van de bijstand zo'n plaatje had. Mm. Okay. Dus je werd eigenlijk continu te kakkerd gezet. En als jij zegt zo'n kind zonder geld daar ook moet gaan zitten. Wie bedenkt zoiets? Ja, ja. Daarom. Daarvoor zei je... Ik zelf vind het ook geweldig dat het weer gele vestjes nu in is. Helaas nog te weinig. Veel te weinig. Ja, ik zou zeggen, je krijgt er echt zo'n goede energie van. Ja, als je met je hesje de straat op gaat. Het is je krijgt echt fijne energie. Ja, mensen komen steun. Join de GLS, sluit u erbij aan. Ja, of je nou wit, zwart, geel bent. Dat maakt niet uit. Power to the people. En multicultureel gele hesjes. Ja, laten we dat nog even duidelijk maken. Ja, het is echt voor iedereen. Juist. We zijn niet links, we zijn niet rechts. Juist. We zijn er voor iedereen, voor heel Nederland, voor al het volk. Dus dat wil ik heel duidelijk nog even zeggen. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat geldt namelijk ook voor de stem van de straat. Wij zijn er ook voor iedereen, maar wij moeten toch een komma zetten. Behalve voor de ultra-rijken. Daar zijn wij tegen. Nee, maar dat hoeft niet eens. Toch? Maar dat is duidelijk. Ah, toch wel. Ja, en niet te vergeten, ook tegen King Willem en zijn parasietenfamilie en aanhang. Ja. Maar mensen, gele hesjes is een volksroot movement. Spontaan van onderen, van we pikken het niet meer. Kijk, heel lang is er de slogan geweest, vol is vol, hè? Om de boel op te jutten. Maar eigenlijk is het... Genoeg is genoeg. Ja. Geef de mensen, het is niet alleen in Nederland, het is in Frankrijk, België, Spanje, Italië. Ja, er zijn heel veel 50 miljoen mensen leven in de EU onder de armoede. Ja, maar er zijn ook al heel veel landen waar gele hesjes zijn hoor. Dus, ja, die zijn helemaal murf natuurlijk, snap je? Ja, begrijp ik. Als je kijkt in Estland en Letland en Roemenië, dan lopen ze nog bedel op straat, snap je? Ja. Maar goed, in ieder geval 50 miljoen mensen leven in de EU omdat het zo goed gaat onder de armoedegrens. Waarvan 3 miljoen in Nederland, hè? Ja. Officieel. Amsterdam heeft 30% mensen onder de armoedegrens. En wie geven ze daar de schuld van? Die vuile Marokkanen.
Ja, begrijp je, dat wil ik even naartoe. Mm. En die vuile Turken, maar niks dat ervan. Dat bij ons ook met Marokkanen mee, maar dat is... Power to the people, ja. Op je ongeacht wat voor kleur. Ja. En ophouden met één groep de schuld te geven. Nee, precies. Ja. Want als je er één de schuld wil geven, moet je de goede groep de schuld geven die de boel afleidt. Ja. En dat zijn die fucking ultra-rijke elite gangsters die miljarden lopen die jatten van het volk. Ja. Mensen, hebben jullie nog een laatste boodschap? En heb ik het niet over dat je naar het toilet gaat, hè? Nee. Dat is vandaar de uitzending. Maar Erik Groenendijk, die doet heel goed mee. Power to the people voor Erik. Erik Groenendijk, docent. Maar die heeft het er wel over. Maar ik ken heel veel mensen waar de kinderen kwijt zijn aan misdaadgroepen die onder jeugdzorg werken. Oké, okay, de andere en keer gaan we erop in. Nee, hoeft niet om in te gaan. Oh. Die mis ik. Jongens, kom op. Oh, ja. Oké, okay, de kinderen. Mensen die dus het slachtoffer geworden zijn van de jeugdzorgmafia. Het slachtoffer van de rechtspraak. Slachtoffer van de deurwaarders. Iedereen, alsjeblieft. We moeten wat gaan doen. Met z'n allen. We moeten echt wat gaan doen. Heb jij nog laatste woord? Ik dacht een hand van geven. Ik wil nog wel even wat zeggen. Ja. Als mensen er zijn die geïnteresseerd zijn en meer willen weten. Ik zal dan vooral gaan kijken op de Facebookgroep. Op Gele Hesjes Amsterdam. Vooral niet de pagina. De pagina steunen wij niet. Dat is een of andere iemand die een beetje... de rechterkant heel erg op gaat. En daar zijn wij totaal niet mee eens. Nee. Dus als jullie op zoek gaan... Gele Hesjes Amsterdam. Het is geen links, het is geen rechts. Het is gewoon voor de mensenrechten. Ja. Kijk eens in op de oproep. Nog één. Nee, die komt op de oproep. Kijk, hallo. Welkom. Kom hier staan, kom erbij. Kopjes, hè. Zie je? Je ziet haar. Het is nog een kwartier geleden roepen we op. Mensen, sluit je aan bij de beweging. En hij is ook van de misschien kan je je voorstellen, oude gabber van de straat. Ik ben Frank Delo en ik loop ook mee in Amsterdam en ik heb 18 jaar lang voor de grootste slavenhandelaar gewerkt. En dat was? Randstad. Nog steeds, ja. En komelijk connected, hè? Ja. Heel persoonlijke vriend. Ja, van vriend. Ja, en nu van King Willem natuurlijk. King Willem, ja. En daar heb ik 18 jaar voor gewerkt, dat heb ik eruit geknikkerd. Als een stuk vuil? Een stuk vuil, ja. Ze hebben je op straat gegooid? Ja, ze hebben gewoon uitgeflikkerd, want ik was systeemoperator, dus ik wist alles wat die gasten deden. Ik kreeg toch geen draai in mijn oren, hè? Oké, je was systeemoperator. Nou, word je een keer aangeraakt, is nog niet goed. Ja, alles wat ze deden. Alle smerigheid, alle... Witwaspraktijken. Declaratiefraude. Kutsalarissen die ze aan medewerkers betalen. Hongerloontje. Het uitwisselen van data met UWV en noem maar op. Oh, corruptie met UWV? Ja, dat is allemaal zo corrupt. Oh jongens, wacht even. Kunnen we daar eens een keer een aparte uitzending over maken? Ja, dat is heel belangrijk. Ja, bij deze ben je uitgenodigd over een groot uur Randstad U. Ja. UWV-mafia. Top man. En ik heb nog een keer, toen dacht ik, laat ik het serieus met mijn leven gaan doen. En toen ben ik een jaar voor jeugdzorg gaan werken. Oh ja. Bij CRLO in de grote EMO's heet dat. Dan kan je wat voor de kinderen betekenen. Ja, dat dacht je. Ja, echt. Dat is echt zo schoftig hoe ze daar kinderen worden echt afgericht, geconditioneerd, worden psychisch kapot gemaakt, worden onder de synthetische kook geflikkerd. Juist, de medicijnen. De farmaceutische maffia. Dus ik hoop dat al die kinderen die nu in de goot liggen en inmiddels 18, 20, 25, 30, 40, 50, Geen en ook zaterdag kwart voor 1 in Amsterdam komen. Heel goed. Bij het Centraal Station. En gewoon... hun mond gaan opentrekken, weet je, ze hoeven niet eens te schreeuwen als ze er maar bij zijn. Ja, begrijp het. Mensen, ik vind dit een geweldige uitschrijving. Bedankt voor je inbreng. Zeker. Maar wacht even. Prima. Jongens, beste kijkers, ik beloof u. Als u wil, gaan wij een heel uur wijden aan het verhaal van de Randstad en UWV. Want daar ben ik al jaren in geïnteresseerd. Want die Randstad is met een maffiabende. Goedgekeurd door Rutte en het Koninklijk Huis. Waar heb ik jou daar? Nou mensen, ik denk je dat niet weet, Joke. Jawel, maar ik bedoel leuk dat we zo... Dat is een uitzending aan gaan besteden. Dat gaan wij zeker. Mensen, ik zou zeggen, we besluiten onze uitzending met onze vaste slogan. Power to the people. Power to the gele hesjes. Fuck Randstad. En Rutte. En het hele strafde arme maatschappij systeem. Tot volgende week. Voor de rest, ik zou u aanraden, word wakker. Ja. Kijk, dat doen ze toch al? Al zitten ze niet te kijken. Kijk. Volgende week. De rest van de week. Kunt u om wakker te worden en wakker te blijven vooral, leest u vooral Volksnieuws Amsterdam Noir. Word lid van YouTube kanaal Steve Brown natuurlijk, Facebook, Twitter enzo. En check uit
Ja, Nico van der Ham, Nederlands. Maar ik ben erg met mijn rechtszaak bezig. En ik moet erg lange brieven schrijven. Nico, kijk, kort houden. En er staat een beetje weinig op mijn site. Ja, check de website toch uit van Nico van der Ham. En mensen, tot volgende week. Ja, oké. All for the people. Laat ze maar gaan. Ik wil het toch niet overdoen.